Roken heeft meerdere redenen. Een van die redenen is de overlast die ze hebben ondervonden op het Laar. En we hebben daar als gemeente, hebben we daar in het verleden, hebben wij nooit rijplaten neergelegd. Maar toen is het jarenlang droog geweest. En in het kader van de bezuiniging hebben we toen gezegd van nou, is dat nou echt nodig? En toen hebben we vorig jaar, hebben wij de rijplaten daar weggehaald. Toen is het daar gaan regenen en hebben mensen in de modder gestaan. Toen hebben we gezegd dit jaar bij de evaluatie van nou, we willen wel die bezuinigingen op zichzelf realiseren. Maar hoe dat toegegaan is, is het niet goed gebeurd. Toen hebben we dit jaar ervoor gekozen om een deal met rijplaten neer te leggen, namelijk het begin. En dat was, als jullie mijn verhaal even af laten maken, dat was duidelijk onvoldoende. We hebben daarom inmiddels al, dat is afgelopen vrijdag gebeurd, zijn er weer voldoende rijplaten neergelegd. Dat alles wat er ligt, dat was te laat, dat ben ik met jullie eens. Daarvoor wil ik ook graag onze excuses aanbieden namens de gemeente aan jullie, dat wij dat te laat hebben gedaan. En voor volgende jaren zullen wij gewoon daar die rijplaten neerleggen, omdat wij niet willen dat als het dan regent, dat het dan misgaat. Goed. Hadden jullie nog wat zaken die ik al in de pers heb vernomen. Onder andere dat jullie willen dat jullie je pacht later mogen betalen. Maar wat dat betreft denk ik van we hebben voorwaarden, we hebben afspraken gemaakt met elkaar. En afspraak is afspraak. Als u inschrijft onder voorwaarden met wanneer u moet betalen, moet u zich gewoon aan de afspraken houden. Dat doen wij en dat verwachten we ook van jullie. Wat mij betreft mag er nu een vertegenwoordiger van u naar voren komen, want ik heb begrepen dat jullie mij nog wat aan willen bieden. Oh, dat is Nicole zelf. Nicole, naar voren. Nou, Nicole, alsjeblieft. Nou, meneer de wethouder, dank je wel even voor het woord. Namens de exploitanten is even aan mij gevraagd om heel kort even het woord te voeren namens de exploitanten. Zoals u net ook al even begrepen, u heeft net een kort gesprek gehad met de exploitanten. Zonder deze exploitanten is er geen kermis, is er ook geen Tilburgse kermis. En deze exploitanten die willen natuurlijk heel graag dat die Tilburgse kermis een succes is en een succes blijft. En dat is het ook, alleen we moeten natuurlijk wel zorgen dat de randvoorwaarden en de basisvoorwaarden gewoon staan zoals hoe dat die moeten staan. U wilt een best georganiseerde en de mooiste kermis van Europa hebben, dat willen zij ook. Alleen er moet wel de basis daarvan en het fundament moet juist zijn. En dat is een beetje het probleem. Dus ik wil graag vragen dat Sanne Vries even naar voren wil komen. Hierin hebben de exploitanten een aantal punten. Oké, er wordt gevraagd om met het hand op het hart om daar wat mee te doen. Lees het daar rustig door. We hebben het ook nog op een A4 formaat. Het is op A0 formaat, zodat je zeker kan zien wat het is. Je mag het ook even overmaken, dat iedereen het kan zien. He, niemand hoeft precies allemaal te weten wat erin staat, maar iedereen kan het dadelijk krijgen. Kijk, nogmaals, we wensen natuurlijk iedereen een super geweldig en super mooie kermis toe. Maar het is wel belangrijk voor deze exploitanten dat zij natuurlijk de voorwaarden mogen hanteren. Maar dat er voor hen natuurlijk wel werkbaar is om deze kermis natuurlijk een succes te maken. Dus nogmaals, ik wens iedereen namens de Nederlandse kermisexploitanten heel veel kermisplezier. En Joost, doe er wat mee. Ga alsjeblieft met deze exploitanten in gesprek. Het is ook een initiatief van de exploitanten, want de maat is echt vol. Dankjewel, Nicole. We hebben in het verleden ook heel goed samengewerkt met mensen. Dat wil ik ook in de toekomst graag met jullie blijven doen. Die goede samenwerking. Het is wel zo dat wij echt samen moeten gaan staan. Naast elkaar, niet tegenover elkaar. De kermis is niet van jullie, die is niet van ons. Maar die is wat mij betreft van alle Tilburgers en alle Nederlanders die de kermis bezoeken. En wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de organisatie. Jullie zijn heel belangrijk voor de kermis. Jullie zijn cruciaal voor de kermis. En zonder jullie geen kermis, ben ik het ook mee eens. Zonder jullie geen kermis. En daarom zullen wij dat samen moeten doen. Ik ga dit doorlezen. Ik ga dit doorlezen, jullie bezwaren. Wat mij betreft gaan we hierover een overleg. Ik heb al een overleg gepland staan, weet ik uit mijn hoofd. Met, in ieder geval met Nicole. Nicole is trouwens de voorzitter van een van de bonden. En daarin zal dat gesprek zullen we verder maken. Nou, dan is het nu denk ik tijd dat de kermis ook echt geopend gaat worden. De timing is geweldig. Dank ervoor dat jullie wat vertraagd. Anders was het te vroeg geopend geweest. Dat willen we natuurlijk ook niet.
En we gaan de kermis voor het 443ste jaar gaan wij openen. En daarvoor hebben we een hele speciale artiest daarvoor. En ik weet niet of die al klaar staat, want hij gaat... Ja, hij staat al klaar. Dat is namelijk de enige artiest in Nederland...